Marciano Mengering, hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Het is lastig, maar een beetje vervelend uiteindelijk. Zonder dat het zo moet lopen op een gegeven moment. Van over 70 minuten voorvalletje met Suus. Dus jammer, het was sowieso niet echt de beste wedstrijd, maar zo is het. Ik zeg jammer. Voel je je benadeeld? Ja, nou, in eerste instantie minder, maar nu heb ik de beelden net teruggezien. Zeker weten. Het is echt. Suus die wil die bal snel ingooien en hij krijgt een zoek van een verdediger van hem. Nou, dat kan, dat hoort erbij. Maar. Waardoor hij tegen die assistent aanvalt. En ik weet niet wat dat voor een, laat ik het maar gewoon zeggen, idioot is. Maar het eerste wat hij doet is uithalen naar Suus. En in eerste instantie wil hij hem, slaat hij hem. En dan schopt hij hem twee keer en dan komen ze een beetje in een soort van gevecht. Waarin Suus ook wel een beetje, volgens mij, wat als hij van hem afduwt of hem probeert te raken. Maar uiteindelijk niet raakt. En ja, dan voel je je zeker als je die beelden hebt gezien, zeker benaderd. Omdat je daarna gewoon met die man staat. En ze ook nog een snelle goal scoren. Ja, achteraf hebben we dat heeft alles eruit gehaald om een puntje eruit te slepen. Uiteindelijk goed gedaan. Ja, wij zien dat natuurlijk niet. Jullie gaan naar binnen. Wat bespreken jullie dan in de kleedkamer? Of is het dan stil? Of zijn jullie allemaal te schelden? Nou, wij moesten sowieso wat dingen aanpassen. Ja, het stond niet helemaal lekker. Eerste helft ook niet, begin tweede helft eigenlijk. En al snel roept de scheidsrechter Suus bij hem en zegt hij dat hij rood gaat krijgen. Nou, dan weet je dat op dat moment is dat het zo is alsof het bestuurders zijn dat ik de tweede aanvoerder ben. Dus moest ik ook nog even bij hem komen. Hij zei dat hij me eigenlijk volgens mij wilde staken. Maar dat eigenlijk niet deed. En als er nog een minst of gerins extra zou komen, dat hij dan weer mee zou stoppen. Dus uiteindelijk ja gezegd en maar doorgegaan. En, hij wilde staken vanwege dat jullie op het veld een vechtpartijtje hadden. Ja, nee, en het feit dat er nog vanuit het publiek wat reacties was op die assistent. Maar goed, uiteindelijk is hij denk ik ook wel blij dat hij door is gegaan, maar uiteindelijk vind ik het gewoon allemaal prima. Ja, zonder dat het zo moet lopen. Laten we het nog even over voetbal hebben, want je scoort wel weer vanaf de stip. Ja, het is niet helemaal hoe ik hem gedacht had, maar hij ging erin, dat is het belangrijkste. En ja, toch blij dat je op dat moment een belangrijk punt kan binnenhalen voor je punt te gaan. Dus, netjes. Ik zag de keeper ook naar die hoek gaan, ik denk oei. Ja, ik ook. Ik had eigenlijk gedacht dat hij de andere hoek in ging, maar op een gegeven moment als je goed in de hoek zit, dan. Ik dacht ook dat hij hem aan kon, uiteindelijk nog hebben hoor. Maar heeft hij niet, dus lekker belangrijk. Dit hete potje heb je gehad, volgende week Spakenburg. Ja, VVSB, dus mouw opstropen. Ja, het is jammer te kijken wat er met Suus gaat gebeuren. Ik denk dat er genoeg reden tot beroep gaan is op grond van de beelden. Dus ik hoop dat hij er volgende week en de week erna bij kan zijn. Dat moeten wij maar doen. Dankjewel man. Yes, goed weekend. Yes. Thanks.